Welkom op het Rudolf Steiner College, de Haarlemse vrije school voor VWO, HAVO en MAVO. Net als iedere andere school bereiden wij leerlingen optimaal voor op het eindexamen. Maar ze krijgen hier heel wat meer. We inspireren leerlingen om al het mogelijke uit zichzelf te halen. Intellectueel, maar ook sociaal en creatief. Dat we vooral kijken naar het kind en wat dit specifieke kind wel en niet kan. En je probeert daarbij aan te sluiten. Ja, lesstof is natuurlijk heel belangrijk, maar niet als uiteindelijk doel. Het is echt het middel om jezelf te ontwikkelen. Bij deze school is het vooral fijn dat ze niet alleen naar je werk en je cijfers kijken, maar ook hoe je je gedraagt en hoe je met je klas om kan gaan. Het is natuurlijk een school voor hart, hoofd en handen. Dat je eigenlijk meer de hele mens wil aanspreken, niet alleen maar het hoofd. Een gezonde afwisseling tussen die gebieden verzorgen wij bijvoorbeeld door soms vakken te geven bij houtbewerking, dat je met je handen bezig bent. Soms weer even de hersens laten kraken bij Engelse grammatica. En op andere momenten weer eens even aan tekenen. En wij proberen een goede afwisseling te hebben, waardoor je op het moment dat je denken echt wordt aangesproken, dat je daar ook wakker voor kan zijn. Talenten vinden en ontwikkelen. Maar hoe geeft het Rudolf Steiner College nou invulling aan het vrije schoolonderwijs? Wat maakt ons uniek? Allereerst worden naast standaardleervakken kunst- en ambachtsvakken gegeven die helpen leerlingen zich sociaal en creatief te kunnen ontplooien, meer uit zichzelf te halen. Onderwijs is heel goed in staat geweest om die creativiteit eigenlijk weg te halen, want het is onhandig. Creativiteit leidt niet tot het standaard antwoordformuliertje. Creativiteit is super van belang. Wij weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien. We weten wel dat we mensen nodig hebben die kunnen doorzetten, kunnen doordenken, uitdagingen kunnen zien. En wat dat betreft creatief kunnen omgaan met de uitdagingen die er over een tijdje zullen zijn. Als je urenlang in een lokaal op je stoel moet zitten en met je ogen naar het bord, naar een leraar moet luisteren en in de boeken moet zitten, dan is het heerlijk om daarna eens even flink af te reageren op het aanbeeld. Ik vind het sowieso fijn om tussen al die vakken waar je moet stampen, moet leren, vooral heel veel informatie moet opdoen, om dan ook even iets te hebben waar je gewoon rust hebt en even met je handen bezig kan zijn. Bijvoorbeeld bij houtbewerking maak ik mijn eigen gitaar. En met muziek kan ik ook weer lekker met mijn handen doen, even wat meer praten dan in de andere lessen. Zodat je weer gefocust bent als je die andere lessen gaat doen. Ja, ik vind het heel fijn, want ik vind het dan wel leuk dat je dan even tussendoor zo'n leuk vak, zo'n doevak hebt, zeg maar. Als ik thuis piano probeer te leren spelen, dan gaat dat niet met ik kan plots piano spelen. Dan is dat oefenen, 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 oefenen. Juist door die creatieve vakken toe te passen, dat je dan ook weer dus die cognitieve vakken beter kan beoefenen, leren. Wij doen hier aan wilsontwikkeling. Bij metaal, ja, dan heb je hele harde materialen. Daar kom je jezelf tegen. Het zijn allemaal die kinderhandjes, zeker al in die 8e klas. En ik knip het even zo uit met een knipschaar. Maar zij moeten daar echt tegenaan. En ze moeten zoeken en dat roept weerstand op. En dan moeten ze doorheen. En als ze leren door die weerstand heen te gaan, dan is het leren van een stapel Franse woordjes opeens een stuk makkelijker geworden. Een andere meerwaarde van onze school is de manier van lesgeven. We stemmen onze lesstof op de leeftijd van de leerling af. Zo behandelen we tijdens ons periodeonderwijs een bepaald thema dat aansluit bij de ontwikkeling van de leerling. Aan dit thema wordt 3 weken achter elkaar elke ochtend gewerkt. En dat zorgt ervoor dat je als in een soort goed boek zit. Als ik in een goed boek zit of een goede film, dan is het zo dat ik leef met dat wereldje. Dat beklijft. Je hoeft niet te bedenken waar ging het vorige week ook alweer over. Net was gisterochtend. Het is gewoon fijn dat je dan elke ochtend met hetzelfde begint. Dat je dan gewoon een beetje regelmaat hebt of zo. Dan ben je gewoon 3 weken lang op dat gefocust. En dan snap je het ook meer dan om de week. En vaak doen ze het ook nog op leuke manieren in een periode. Waardoor je je er echt in verdiept. Het is proberen. En zeker in periodes, probeer het, kijk wat er gebeurt en ga erover nadenken zonder dat ik je meteen vertel wat het is. Vooral dat je het zelf doet en dat je dat zelf onthoudt, want als de leraar het voor je gaat doen, dan onthoud je het allemaal niet. Dan moet je aantekening maken van het proefje wat je doet. Als je aantekening maakt, dan onthoud je het zelf gewoon beter. En aan het eind van de periode hebben we dan een toets en dan leer je zeg maar uit je eigen schrift. En we schrijven ook allemaal verhalen daarmee in dat schrift. Dus uiteindelijk krijg je dan een heel mooi schrift. Vaak bedenken docenten ook een eindopdracht. Dus je hebt heel veel docenten die geen proefwerk geven aan het eind van de periode. Maar met een leuke opdracht, zoals een filmpje maken. Dus we moesten een keer naar Haarlem en daar moesten we een hele film maken samen.
over Haarlem. En daar heb ik echt veel meer van geleerd dan dat je bij een proefwerk leert. 3 weken lang proberen uit te zoeken van hoe zit dit in elkaar. En dan kun je dus ideaal creatieve opdrachten geven. Kun je een project laten uitvoeren. En op die manier komt het heel diep binnen. En kan de leerling het ook verbinden aan zijn eigen belevingswereld. Aan wat hij hoort op het journaal, wat hij aan tafel hoort bij zijn ouders. Ja, dat vind ik een meerwaarde aan de school dan alleen maar het, je kunt de boeken lezen. De theorie krijgen ze toch wel, dat krijgen ze op alle scholen. En wat misschien wel de grootste meerwaarde van het Rudolf Steiner College is, is de veilige sfeer. Je gaat naar een school waar je binnenkomt en van wauw, hier voel ik me thuis. Ik vind het gezellig. Er wordt ook veel aangedaan zodat het er gezellig uitziet. Er hangen al heel veel eindwerkstukken en heel veel tekeningen. Het geeft een hele fijne sfeer. Ik vind de sfeer op school echt heel leuk. We hebben ook adventkalenders gemaakt voor onze school. Niet een hele grote school. Voor mij is het zo tweede thuis. En zo voelt het voor veel leerlingen ook. Ja, gewoon een plek waar je fijn kunt komen ontdekken en leren. Leerlingen spreken mij al met mijn voornaam. En ja, in principe geven we ook een hand dat leerlingen binnenkomen bij elke les. Het maakt even contact. Je ziet een leerling eventjes. En het is ook een manier om te zien van hoe gaat het met iemand. Ja, als je een tijdje iemand een hand hebt gegeven en opeens gebeurt er wat anders. Dan merk je van, oh, er is vandaag iets. Met je leraar ga je hier nogal om alsof het gewoon je vader of je oom is. Het is heel, ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar het is heel persoonlijk allemaal. Het is gewoon, ja, je schudt de hand met je leraar. Elke les die je binnenkomt en ook als je weggaat, je noemt hem gewoon bij de voornaam. Ik vind dat zelf ook gewoon fijn. Ja, waarom mevrouw? Ze hebben toch gewoon een naam. We proberen kleinschalig te zijn met elkaar. Ja, ze komen hier en ze komen hier leren, maar het is ook een plek waar je je thuis kan voelen. Iedereen respecteert elkaar. We hebben dat hoog in het vaandel. Je mag ook gewoon zijn wie je bent op deze school. En dat vind ik echt heel fijn. Onze klas is een hele fijne klas. Ik heb, je merkt eigenlijk niks van pesten of zo. Er wordt sowieso minder gepest dan op andere scholen. Het is gewoon, want je kan jezelf zijn. En je wordt ook niet anders aangekeken als je er anders uitziet. Er zijn best veel verschillende mensen hier op school die zichzelf heel erg zijn. Ja, iedereen kan zichzelf zijn. Het maakt niet uit hoe je kleedt, waar je voor staat. Op het Rudolf Steiner College geven we leerlingen meer mee dan alleen een mooi diploma. In een stimulerende omgeving worden leerlingen beter op de toekomst voorbereid. Ik heb als kind nooit op een vrije school gezeten, maar ik zou het wel weten. Ik vind de sfeer vooral heel fijn, dat heb ik nog steeds, eigenlijk al 5 jaar lang. Ze hoeven mij geen houtbewerker te worden of meubel maken, helemaal niet. Maar er zijn gewoon unieke vakken hier die je nergens anders hebt, waardoor ze toch andere gebieden in zichzelf ontdekken, kinderen die je elders niet zou ontdekken. En daardoor een completer mens worden, zichzelf beter ontdekken wie ze eigenlijk zijn. Doordat je creatieve vakken ook krijgt die je op anders zou denken ook echt niet krijgt of van minder niveau krijgt. Dat je daardoor wel kanten van jezelf ontwikkelt of zo die je anders misschien wel nooit ontwikkelt. Als ze al hier van school komen, het is echt een gezond pakket om mee in het leven te stappen. Het zelfvertrouwen dat leerlingen hier krijgen, of de zelfkennis dat ze hier opdoen in deze school, is gewoon een heel gezonde start als je later in het werkende of het studerende leven terechtkomt. Het gaat over creativiteit aanspreken, wilskracht trainen. Maar het is eigenlijk zoveel meer. Het is een 100 jaar oude onderwijsstroming waarbij het erom gaat dat je leerlingen probeert te begeleiden om een vrij individu te worden. Ik vond deze school eigenlijk veel leuker dan op de open dag.